Er waren dus allemaal gasten en dan met die sexy moves. Good morning, het is maandag en ik heb net gedoucht, aangekleed, opgemaakt, even mijn haar borstelen. Fiet die is naar de huidarts, want die heeft natuurlijk nog steeds dat drogen onder haar ogen. Dus ja, dat duurt volgens mij nu al een paar weken. Dus die is dat even aan het checken. En Fat Chill, Fiet en ik deden altijd samen met zo'n laptop oplader voor de Mac Pro. En ik heb nu net mijn oude gevonden. En ik dacht dat ik het dus kwijt was. Ik was net een beetje aan het opruimen. En toen vond ik die opeens. Wat heel chill is, we hoeven niet het weer samen te doen. Gisteren hadden we echt zo allebei op 1% onze MacBook. En dan is het een soort van vechten wie mag de oplader. Nou, op maandag gaan wij natuurlijk altijd met z'n tweeën even brainstormen. En hebben we met z'n tweeën een meeting om de komende week te bespreken. De agenda, wat er allemaal gaat gebeuren. De extra video natuurlijk die op zondag live gaat. En vanavond gaan we naar Rowcycle. Vita heeft haar eerste les. Hip-hop les. Haar nieuw thema. Met allemaal geweldige nummers. Ik ga nu even mijn spullen pakken en dan ga ik de deur uit en dan gaan we even ergens werken, denk ik. En heel chill, we zijn nu aan het inplannen dat de bank of morgen of woensdag komt. Dus dat is zo fijn. Oh my god, ik ben dus net buiten en het is zo koud. Het is echt min 4 of zo. Ik fiets net langs soep en zo, dus ik ga gewoon een soepje halen. Het was zo goed bij dit weer. Oh, ik heb er zo zin in, want ik ben gewoon helemaal ingepakt, maar ik heb het zo koud. Echt een sjaal, ik heb van die UX handschoenen. Nou ja, het helpt niet echt, dus ik ga maar even een soepje eten. Dus ik ben weer thuis en het is inmiddels al avond. Ja, sorry. Je ziet het. Ik heb echt niet veel gevlogd. Maar dat komt ook omdat gewoon ik letterlijk de hele dag in dat cafeetje wat je net zag heb gezeten aan het raam. Even het licht aan doen. En gewoon de hele dag ge-emailed, gewerkt. Even alle lampen aan. En nu is het, even kijken, het is 5:05. Ik moet ongeveer over een uur weg naar Vita's Rowcycle les, haar hip-hop ride. En ik val om van de honger, want ik had een soepje gegeten. Het enige wat ik heb gegeten. Dus laten we eens even kijken. Dit licht in de keuken vind ik een beetje somber als ik het zo zie. Ondertussen heb ik wat in elkaar geflanst. Een broodje baba ganoush met avocado. Wel lekker. Oké, ik ga omkleden voor Rowcycle. Nou jongens, ik moet opschieten, want ik moet naar Rowcycle nu. Ik heb even op de computer gezeten. Ik heb hier één handschoen, zoals je kan zien. Maar waar is de tweede? Fuck. Dit is gewoon story of my life. Altijd alles kwijt zijn op het moment dat je weg moet. Oh my god, ik heb hem gevonden. Twee handschoenen. Hij zat nog in mijn, dit is mijn Rowcycle tas. En daar stop ik altijd mijn handschoentjes in, mijn portemonnee. Flesje water krijg je daar. En de vlogcamera natuurlijk. Oh my god, we hebben net de ride gedaan. Ik ben gewoon paars. Je ziet mij ook niet in het donker, omdat ik zo rood ben. Oké, dit was de eerste hip-hop ride. En hij ging fucking lekker en het was echt druk. En iedereen vond hem wel leuk, volgens mij. Ja, want die muziek was fantastisch. Ja, die muziek maakt het zo leuk. Ja. Maar hoe kan het dat jij niet donkerrood bent na die les? Ja, ik weet het niet. Ik heb een soort... Ik was wel echt aan het zweten, hoor. Zo grappig, want er zaten dus ook allemaal van die sexy moves bij. En toen waren er ook allemaal gasten. Nou, in dit autolicht ben ik gewoon een tomaat. Dat lijkt me zo. Wat erg. Er waren dus allemaal gasten en dan met die sexy moves. Maar zag ik hun allemaal zo ziek hard opdrukken en zo. Ja, maar ja, dat is ook goed. Ze moeten dat ook gewoon kunnen beseffen dat dat... Ja. Ik zeg ook, girls make it sexy. Ja. Weet je, die mannen die hoeven zich natuurlijk niet aangesproken te voelen. Nou, we gaan fietsen, jongens. Ja.
staan hier nu in onze keuken voor de droger. En we zijn aan het koken. Baby is aan het koken. En ik vroeg me eens af of jullie dit kennen. Kennen jullie okra? Dit is een hele lekkere groente, toch? Ja. En waar komt die vandaan? Dat is geen vis. Dat weet ik veel. Misschien was het een vrucht. Kijk nou hoe mooi. Als je hem door midden snijdt. Oh, ik kan gewoon hier een prachtig film van dit even. Hey jongens, ik heb mezelf kapot gemaakt met mijn eigen les. Waardoor ik gewoon niet meer uit mijn woorden kom. In ieder geval, ik ga even laten zien hoe wij okra verwerken in een maaltijd. Het is fucking lekker. En ja, laat even zien. Kijk, met uitjes nu. En dan koken we wat rijst. En met wat shrimpies erbij. En dan heb je gewoon een hele lekkere wok. Nassi. Nassi. Kijk nou jongens. Okra, garnalen, ui, knoflook, limoen. Knoflook. Knoflook, soja. En dan doe ik nog een beetje koriander erop. Oh ja, want daar hou ik niet van. We hebben super lekker gegeten. Hoe vinden jullie mijn nieuwe koep? Heel aardig. Ik heb even een dikke trui aangedaan, want ik had het vet koud. Ik ga zo even douchen en dan ga ik slapen. Ik ben zo moe. Niet normaal. Ik ga gedag zeggen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je morgen weer.